Een goedenavond allemaal. Welkom bij het Agogo Festival 2015. Het was de eerste dag. Er is nog één band aan het spelen. Die heeft ook meegedaan aan de uitverkiezing van de Agogo Award. De band met het leukste, origineelste eigen nummer. Die krijgt een dagdeel studiotijd. Er hebben vanavond 6 bands meegedaan, heb ik begrepen. En we hebben een hele vakkundige jury gehad. 7. Oh ja. Ja. En de jury bestaat uit twee mannen van PAM. PAM staat voor, vroeger stond het voor promotie amateurmuziek Nijmegen. En dat doet het nog steeds. Ik ga het woord geven aan Boyd Eurlings. En Guus? Witjes. Eurlings, maar Guus Witjes. En zij gaan jullie verder helpen met dit hele spannende verhaal. Want, oh wacht, de award is verdwenen. Ja, oh, Bjorn, mijn charmante assistent ter wereld. Komt even. Dit is de Agogo Award. En de bands die dit jaar winnen, die krijgen zo'n heel mooi gouden plaatje waar hun naam dan op staat. Deze gaat nog 3 jaar mee. En dan moeten we een nieuwe kopen. Of een groter stuk hout eronder schroeven. Ja, ik ga nu niet langer spanning houden. Guus, aan jou voor. Ah, dankjewel, hoi allemaal. Pieter had ons gevraagd om de bands te jureren. We hebben ons best gedaan om heel snel tot een eindoordeel te komen, want we begrepen ook dat er wat jonge mensen in de zaal zijn. En die moesten heel snel naar bed, hè, inderdaad. We doen ons best. Nee, wij kwamen hier aanlopen en ik moet zeggen, mijn hemel, wat gebeuren er hele mooie dingen in de oefenruimtes van de Lindenberg. Het maakt het wel heel lastig om daar gewoon goed naar te kijken. En er wordt ook nog gevraagd van, goh, iedereen maakt een eigen compositie en beoordeel die dan. Nou, ga er maar aan staan. We hebben in ieder geval net snel even zitten beraden en we lopen alle bands even langs. Laat ik beginnen met Smashed. Ik denk de jongste band in het geheel. Hadden we bij Marlon. Zijn ze er nog of niet? Jij ligt al bed. Lolo! Nou ja, laat ik dan in ieder geval zeggen dat ik dat wij vonden dat Smash, ze stonden er. En ze stonden er goed. Ze zitten samen op het podium en iedereen was heel erg geconcentreerd bezig met hetgeen wat ze moesten doen. En dat deden ze ook prima. Dat is in ieder geval onze tip eraan. Dat is onze top eraan. Onze tip voor deze band is van, je zit daar te spelen en dat doe je heel goed. Nu gaat het erom om wat meer samen te spelen. Om wat meer lol op het podium uit te stralen naar elkaar toe. Het klinkt prima. Het klinkt heel goed. Het kan nog net wat beter overkomen, denken wij. Jullie staan er en jullie staan aan het begin. En dat komt helemaal goed als jullie daarmee doorgaan. In ieder geval, dankjewel voor jullie deelname. Ja, en toen dachten wij, laten wij ook van interactie doen, dus dan gaan we om de beurt een beetje vertellen. Dat vonden wij wel leuk, ik hoop dat jullie het ook vinden. Volgende band die wij bekeken hebben vandaag, dat was Blackout. Die hebben we in de Dollars bekeken. Wij vonden het een hele chille sound en een volle klank hebben. Zangeres die staat er echt, dat was echt een artiest. Goede interactie met het publiek. Zorgde ervoor dat de band erachter stond. Die bleef een beetje achter de lijn. Er stond heel veel stil. En daardoor kwam de message niet altijd even goed over. Maar we vonden het verder heel fijn eigenlijk. Ja, het klonk gewoon goed. Wat ik dan altijd zeg, en wat mijn collega, mijn PAM ook altijd zegt, je zit niet vast aan een beton op de vloer. Je kan bewegen, zelfs als je gitaar of een basgitaar in je handen hebt, kan je een beetje interactie zoeken met elkaar. En dat missen we net een beetje. Maar overal vonden we het een goed optreden. En dan moet ik mijn microfoon weer doorgeven. Dan gaan we verder met de interactie. En dan komen we uit bij All Those Bastards. Ja, die zijn nu nog bezig. Je kunt ze nog zien. Wij hebben... serieus, ze spelen echt heel recentelijk nog nu. Kijken we naar ons beste nummer wat wij gehoord hebben. Het is een heel mooi begin van het nummer geweest. Een hele mooie opbouw in verwerkt. Maar daar blijft het dan een beetje bij. Ja, dat is zo jammer. Dan blijf je, blijft zichzelf erin een beetje herhalen. We missen dan wat dynamiek. De drummer die komt er dan op een gegeven moment in met heel veel dynamiek, maar de rest van de band volgt het net niet. En dat is erg jammer.
Er zit weinig textuele variatie in het nummer. Positief ding wel, van ons uit betreft. Ik ga verder met de positieve. Het deed ons wel heel erg veel denken aan nummers van Coldplay, van U2. Wij gaan gewoon verder hier met onze interactie. Nou, dat was ik weer. Volgende groep, daar is een grote delegatie van hier naartoe gekomen volgens mij. Maiden Voyage. Klaar om te roosten? Nee, wij vonden het een hele lekkere en passende sound hebben. Heel jazzy, lekker wegdromen. Ik zat op een gegeven moment met mijn ogen dicht en ik zat lekker op die saxofoon mee te dreunen. En ik vond het heerlijk. Lekker passende tempowisselingen. Goed gebruik gemaakt van hard, zacht. Goede drummer. En wat ik wel miste bij jullie eigen nummers. Jullie hadden natuurlijk daarvoor al een paar nummers gespeeld. En die vond ik heel fijn om naar te luisteren. En toen kwam september. En dan miste ik een beetje de interactie die jullie in eerste instantie wel hadden tussen de piano en de sax. Die viel een beetje weg bij dat nummer. En dat miste ik heel erg. Want het was een beetje een leeg waarvan ik het idee had van dat moet een beetje opgevuld worden. Dus dat wil ik jullie meegeven. Dat was mijn mening. En ja, die van jou ook. Ja. Verder vonden we het een heel leuk optreden. En wij vinden het gewoon ook leuk om al die leeftijdsverschillen overal te zien. Want we stonden dus in eerste instantie bij de toen we begonnen vanavond. Stonden we daar, ik denk jongens en meisjes van 13, 14 jaar oud te kijken. En toen dacht ik, wij wisten niet, Maiden Voyage, ja, daar staat niet bij wat het dan is. En wij kwamen aan en ik dacht, de volgende band moet nog komen of zo. En ik begon niet te spelen. Oh, maar dat vond ik een hele fijne verrassing. Dank jullie wel daarvoor. Ik kan niet de leeftijd aan herraden van hen. Het zijn alle toornuiden. We komen bij Apollo 6 met Twisten. Die stonden volgens mij op deze plek hier te spelen. Heel goed, heel goed. Apollo 6, jullie samenspel vonden wij echt heel erg verrassend. Het was echt goed. Het speelde echt geweldig. De lol die kwam er ook. Van ons uit, ja, die kwam over bij ons. Jullie stonden er echt heel goed te spelen. We zouden wel wat meer diversiteit en afwisselingen, ook in de dynamiek in het nummer, in hard en zacht, wat willen zien. De leadzangeres bij jullie, die vonden we heel erg goed. Ondanks dat de microfoons niet altijd wilden meewerken in jullie set, geloof ik. Maar toch, de kwaliteit die kwam wel over. Wel een tip, ook aan jou als leadzangeres, je mag ook iets meer... Iets meer op de voorgrond treden, iets meer de artiest zijn. Maar verder echt top, geweldig, geweldige band. Tja, nou ja, daar hebben ze gehad. Oh, je had er nog eentje. Ja, dan moet ik trouwens ook nog bij zeggen, Apollo 6. Wij konden het niet goed zien, en dat is meestal een goed teken, want dat betekent dat de zaal vol is. Ja, dat is ook een applausje voor waard. En dan gaan we naar de laatste band waar we nog wat over te vertellen hebben vandaag. Under the Will. Wat ik in eerste instantie ook best wel een coole naam vond. Want toen ik het las, denk ik van ja, nou oké. Onder een walvis, ja, leuk. Top. Ik vond jullie sound echt top. Jazzy, funky, soul sound. Mooie variaties en het speelde heerlijk weg. Op een gegeven moment dat jullie... Het nummer was afgelopen en ik dacht, oh, dat vind ik nou echt jammer. En dat heb ik niet zo heel vaak, dus dat is ook props voor jullie. Verder, wat wij wel vonden was dat er wel meer gevarieerd mag worden met hoog-laag, hard-zacht. Ik probeer een beetje die dynamiek extra te vinden. Dat is voor het publiek fijn en ook al is het een heel klein podium bij Dollars, het is echt op de centimeters bewegen, maar doe het dan wel. Als je stilstaat, dan gaat het publiek ook stilstaan. Als je wil dat het publiek springt, moet je zelf springen. Verder heel goed optreden. Dank jullie wel voor. En dan gaan we nou over naar de top 3 die we hebben.
voor. Nee, je hebt niet meegedaan. Nee, we hebben Sold Out niet genoemd, maar die heeft ook niet meegedaan. Ja. Als de jury was het niet. Wat de jury niet weet. Deze al voor de heer Volk. Nou komt het spannende moment en dan moeten we even eigenlijk met z'n allen even op de grond stampen. De top 3! Zullen we het samen doen? Zij gaat het samen doen. Ja, op nummer 3. Maiden Voyage! Op nummer 2. Apollo 6. En op nummer 1, en ik vind, dat wil ik eigenlijk nog niet zeggen. Ik vind dat jullie het dik verdiend hebben. Ik heb er echt oprecht van genoten. En jij ook. Heerlijke sound, geweldig. Jullie hebben het echt verdiend. Nummer 1. Annabelle. Gefeliciteerd! Nee, nou mag jij de trofee in handen nemen. Ja, precies. Nou, dank wordt inderdaad. Speech! Ja, ik wil graag al onze fans bedanken. Handtekening van je vrienden. Zo'n sterke speech heb ik nog nooit meegemaakt. Applaus, laatste applaus. Yeah! En volgens mij vergeet hij wat, maar dat zal wel mij liggen. Nou, dan denk ik dat ik namens de organisatie ook iedereen mag bedanken dat jullie nog gebleven zijn voor ons woordje. Wij vonden het in ieder geval heel leuk om te doen. En ik hoop jullie ook morgen en overmorgen te zien natuurlijk. We lopen op ons. Jij misschien ook? Ja, ben ik. Zo'n uitgebreid juryrapport hebben we nog nooit gehad. Ik vond het heel vermakelijk en leuk. En ik wil jullie ontzettend bedanken voor jullie inzet vanavond. Nog één applaus voor de jury van Pan. We zijn hier nog 2 dagen, dus jullie hebben nog alle kans om heel veel leuke bandjes te zien. Ik wens jullie wel thuis voor vanavond en graag tot ziens.